Gelukkig kosten ze er wel met lachen. Het is natuurlijk ironisch dat op het moment dat ze zonnepanelen wil installeren, de regen met bakken uit de lucht komt. De leerlingen van Cita Verde die woon zich aan de slag gingen, lieten de moed niet in de schoen zakken. Ze richtten zelfs een bedrijfje op om zelf de zonnepanelen te realiseren. Het is een project van 6 leerlingen. We zijn hiermee gestart toen we doorkregen dat we zonnepanelen moesten plaatsen hier op het dak. Eerst zouden ze eigenlijk gewoon alleen gaan plaatsen, maar om te kijken hoe het allemaal in zijn werk zit, vond de docent het leuk om daar een project aan te leiden dat we een bedrijf hiermee zijn gestart. Jij bent dan de woordvoerder in dit bedrijf? Ja, dat klopt, ja. Er zijn 2 docenten van school hiermee bezig en 2 mensen van het bedrijf Matrix. En verwacht je daar effect van deze zonnepanelen? Ja, ik verwacht groene stroom. Hoef je minder te betalen voor de stroom. En je maakt zelf stroom. Milieuvriendelijk. Wat gaan jullie vandaag allemaal doen om ze te installeren? We zijn vanochtend om 10 uur zijn we het dak opgegaan om alles te gaan monteren en alles klaarzetten. Dus nu hebben we al 3 panelen liggen nu op het dak. Nu net de pauze gehad en gaan we nu verder met nog 6 zonnepanelen. In totaal 9 zonnepanelen. Het weer zit vandaag niet mee, want de zon had eigenlijk moeten schijnen, niet? Ja, dat heeft ons docent niet goed uitgezocht. En nu maar hopen dat de zon zich binnenkort ook weer laat zien.